De MRE is een strategische vastgoedopleiding. Dus wij leiden op tot strategische vastgoedbeslissers. Dat heeft een hele sterke vastgoedinhoud. Dus wij brengen een generalistische vastgoedopleiding waarbij je kennis krijgt over de hele vastgoedkolom, zoals we dat zeggen. Dus het beslissen en het beslismoment staat daarin centraal. En daarnaast hebben we een persoonlijk ontwikkelingstraject waarbij je meegenomen wordt om uiteindelijk leider of beslisser in vastgoed te worden. En waarbij wij hopen dat je op die manier de sector langzaamaan een beetje kan gaan veranderen. De MSRE is interessant voor mensen die eigenlijk een verdere inhoudelijke verdieping in de vastgoedkunde willen. En daarnaast zich met name richten op complexere analyses. En je kunt om meerdere redenen dat vak kiezen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld als asset manager of belegger hebt gewerkt en zegt van hey, ik wil eens even weten hoe een ontwikkelaar denkt. Dan zou je de mogelijkheid hebben om je daarin te specialiseren. Het kan ook zijn dat je al belegger of asset manager bent of juist ontwikkelaar en dat je daar een verdere verdieping in zoekt. Dan kies je dus eigenlijk een specialisatie die bij je beroep past. Dus dan ga je als ontwikkelaar je verder verdiepen in project- en gebiedsontwikkeling, als belegger in vastgoed beleggen. Dus dat zijn allemaal scenario's die mogelijk zijn.